De Late Late Lean Show. Een nostalgisch amusementsprogramma uit 1979. Voor en door. Allee! Links 2. 1, 2, in de maat. Anders wordt die juffrouw paard. Hallo, tante Lien. Dag, tante Toet. Zou ik even een eitje kunnen lenen? Dat noemen jullie toch Taylor? Nee, dat noemen we Talor. Ook leer het ook nooit, hè? Stoort toch niet, hoop ik? Ach, heb tante Lien een kampoenlam? Nee, meisje, dat noemen we kumpoelan. Ah, mag ik dan heel even komen kijken? Ja, mag wel. Kom maar. Goed, hoor. Even erdoor. Ja, sorry. Ah, joh. En ik kom zo dadelijk in de kamer Jojo aankondigen en je daar een kiep zingen. Hé, Petjo, maar kijk. Ziet jouw oog wat mijn oog ziet? Goed, joh, deze. Hoe kan mijn deze zijn? Ah, joh, zoeten. Gelijk. Ik hoor het. Ik heb een achterpilot. Tante Lien. Hierbij verklaar ik deze avond voor onhoofdpijs. Lief, lief, lief show! Ga daar maar even zitten, ja, want ik ga iets voor jullie zingen. Zelfde, hè? Ja, ik... Ik ben gek op Indische mensen, hè? Maar ik vind het toch wel even leuk om hier bij jullie te komen zitten. Nou, lui. He. Dat ging wel allemaal een beetje boeroe, ja? Maar nou is het dan eindelijk zover. Nou, dan kijk dan zo liefde Bio. Dag. Hallo. Lui, ik wil eerst aan jullie aankondigen. Eerst hartelijk welkom, ja, natuurlijk, op deze kumpoelan. En ik wil aankondigen het orkest de Satay Babi Boys. Aan de piano, Harry Panning. Onder de bas, Prankie Noya. Op de viool, Fransje Poppety. Aan de drums, Christoffel Dekker. Aan de gitaar, het buitenechtelijk kleinkind van Tutti. Victor Kaihatu. En dan is daar aan de gitaar nog zo'n binnenloper, Peter Niewerp. Zo, hallo. En dan wil ik voor jullie zingen een lied. Hallo. Ja, Bio, luister je ook mee? Een lied wat mij erg aan het hart ligt. Weer zien met Indië. Ik wou het zo graag nog eens zien, maar soms ook wilde ik niet. Want als het tegenvalt, daar dacht ik dan, doet het alleen maar verdriet. Maar eindelijk wordt het verlangen te sterk, dan wint er het ja van het nee. Je boekt en je pakt en je hoort naar geen raad. Je vliegt er zo snel je kunt heen. Indië, ons Indië, verwerp niet het woord. Het is een betuiging van trouw. Wij duiden daarmee geen bezit aan. Alleen een hartekreet uitgaand naar jou. Indië, wij weten samen zoveel. Je kreeg van ons leven het beste deel. De jaren van arbeid. De kracht van de jeugd, ze blijven je erfdeel, zolang het je heugt. De man die u helpt en uw koffertje draagt, die reikt u in wezen de hand. Want hij is de gastheer en u bent zijn gast.
in het oude vertrouwde land. Dan rijst voor ons beiden nog even het beeld van een kleurrijk vroeger bestaan. Maar voor de jongeren zijn wij bereid, de geschiedenis ingegaan. Indië, ons Indië, verwerp niet dit woord. Het is een betuiging van trouw. Wij duiden daarmee geen bezit aan, alleen een hartekreet uitgaand naar jou. Indië, wij weten samen zoveel. Je kreeg van ons leven het beste deel. De jaren van arbeid, de kracht van de jeugd, ze blijven je erfdeel, zolang het je weegt. Ik ga even de schuifdeuren voor jullie open doen, lui. Ten slotte is het een kompoelan tussen de schuifdeuren. Nou, kijk dan, net Indië. Oh. Zo ja, moe jij mijn bloemen zonder kebon? Zal lui, wie van jullie is pas nog terug geweest? Vertel dan, Indra? Ja. Het was een onvergetelijke belevenis. Ja. Het moment dat ik het vliegtuig uitstapte en mijn voet weer zette op Java's oude heilige grond. En wie, vertel dan, wie is nog meer pas terug geweest? Ja, Boet, Boet, vertel even, Boet. Ah, de Badjigur en de Bandrek heb ik gemist. Wat heb je gemist? Ja. En wat vond je het allerleukste toen je terugkwam? Nou, ik vond het geweldig. Alleen in één hotel hebben we een beetje misgekleund. Er waren 15 kakkerlakken. Maar de rest was geweldig. Ja, Rino? Nou, u zong zo mooi, Tante Lien. Het doet me denken, en ik wil het nu zeggen, u lijkt wel de roos van Semarang, de tak van Java en de roem van Nederlands-Indië, Tante Lien. Zo lief, hè? Verlegen, verlegen. En mevrouw Koster? Kunt u er iets van vertellen? Want ik... Ja, ik kan een zeker verhaaltje vertellen. Ik ben jaren geleden ben ik niet geboren in Semarang, hè? Dus zoals u. En nou, Java en de hele Molukken en alles is er prachtig mooi. Ja. Maar het enige bezwaar wat ik had is dat het zo ontzettend heet is. Hè? Ja. Zo warm, nou, dat is verschrikkelijk. En dan de beesten, hè? De beesten vond ik iets vreselijks. En toen ik hier in Europa kwam, ik dacht, nou, dat is mijn land. Geen ja. beesten en niet de vreselijke warmte. Hè? Ja. Maar verder, ja, heb je daar een wilde leven. Hè? Je bent Nonja Bessar, het kwam Bessar Betoel. Maar ik heb begrepen, mevrouw Koster, dat u niet terug wilde. Nee, absoluut niet. Nee. En waar woont u nu? Nou, ik ben op Java geweest, in Celebes geweest en in de Molukken. Ja. In welk jaar bent u teruggekomen naar Holland, mevrouw Koster? In 1911. Zou jij zo dat toe aan betoel? Ja. Moet je ook nemen, joh. Lekker al die Indische hapjes. Ja, nou. Zullen wij samen met die bak doen? Ja, is goed. Die mensen vandaar, die noemen dat klepon. Nee, die mensen vandaar noemen dat klepon. Kwee lapis, kwee talam, onde onde, kwee mangkok, teng teng, kroepoek krecek, kroepoek, dodol duren, nogisari, kwee boegies. Ach, ach, komen jullie daar ook vandaan? Wat krijgen we nou? Wat een afgang en ik met mijn kleepom. Maar thee spuit zo lekker in de mond. Hè.
Tjeret. Kijk, dit is twee boegies, hè? Het is hetzelfde als klepon, maar dan zonder. Tjeret. Ja. Wie had dat gedacht van die bleekscheten? Ja? Zeg, Indra. Ja. Je hebt op 40 van de 45 kumpulans, ja, heb je wat gedaan. Dus nou we op televisie zijn, dan moet je ook iets doen, ja? Na al die keren, nog een keer? Ja, tussen de schuifdeuren, nou op televisie toch? Oh, ja. Maar vertel even aan die luidjes thuis en de luidjes hier wat je nou doet. Nou, op het ogenblik doe ik in hoofdzaak kindervoorstellingen. Ja? Ik ben aangesloten bij het jeugdtheater en ik treed op eigenlijk alleen maar voor kinderen. Want dat vind ik zo leuk werk. En zo'n dankbaar publiek als ze leven met je mee. Je hebt zelf toch ook al? Ja, daarom juist. Ik heb zelf twee tjoetjoks al. Ik ben een dansende grootvader. Dat zeg ik altijd. Kinderen, let goed op. Je ziet iets heel bijzonders vandaag. Wat een leuk. Dansende grootvader. En wat ga je nou voor ons doen? Kantjil. Kantjil. Na zo lange tijd weer kantjil. Ja, voor jou. Ja, voor jou. Ja. Voor ons allemaal dan. Goed dan, voor jullie allemaal. Ja, goed. Ja. Ja. Zoals wij hier bij elkaar zitten, weten we allemaal wie Kantjil is en hoe slim hij ook is. Maar veel kijkers thuis weten dat misschien niet. Daarom zal ik eerst vertellen wie Kantjil is. Kantjil is een dwerghertje. Hij is heel klein. Hij is maar 20 centimeter hoog. Hij heeft een bruin ruggetje, dan lichtbruin, naar beneden en een wit buikje. En hij heeft 4 kleine pootjes die heel hard kunnen lopen. En hij heeft een heel lief gezicht. Kijk, daar heb je hem. Hij kan eten. En wanneer hij tevreden is, aai hem maar. Tjoba. Dank je. Dat is nou zijn portret. En ik zal jullie en jou het verhaal vertellen van Kantjil en de tijger. Eens kwam Kantjil uit het donkere bos en hij kijkt uit over de sawa's. De zon stond hoog aan de hemel, het was heel erg warm en Kantje zegt, oeh, wat is het warm. Ik denk dat ik maar eens een dutje ga doen. Hij likt zich schoon, vouwt zijn kleine pootjes onder zijn witte buikje en gaat slapen hier in de schaduw van deze palmboom. Nu moeten jullie weten dat vlak bij de plek waar Kantje slaapt een heel groot wespennest ligt, waar wel honderden wespen in woont. En Kantjil wordt wakker, kijkt om zich heen, ziet dat wespennest en hij denkt, ik ga die wespen een beetje plagen. Hij neemt een bamboestokje en met een stokje gaat hij een beetje prikken in dat wespennest om de wespen te plagen. En net wanneer hij daarmee bezig is, hoort hij achter zich een geweldig gebrul. Het was de tijger. Je met uitgestoken klauwen om af wil springen. De tijger, opgesperde muil, gespleten gele ogen en stijve snorharen. En Kantje weet dus goed wat hij moet doen. Hij heeft stokjes in hand en hij begint te marcheren. Hij doet dit. 1, 2 sambal tempe, 1, 2 sambal tempe, 1, 2 sambal tempe, 1, 2 sambal tempe, 1, 2 sambal tempe. En de tijger die kijkt naar Kantjil en die zegt, wat is er met jou aan de hand? Wat doe je gek? Wat doe je eigenlijk? Wat ik doe, meneer de tijger, marcheren? Ik ben de schatbewaker van Nabi Soleiman, de grote bosgeest, wiens geest hier zweeft onder het bladerdak van het woud. Zijn naam zij geprezen. Schat bewaken. Maar wat moet jij dan bewaken? De schatkist natuurlijk van Nabi Soleiman. En waar is die schatkist dan? Hier, ga maar mee. Dat is de schatkist van Nabi Soleiman. En de tijger zegt, wat mooi, wat prachtig. Hoe gaat die schatkist wel open? Ja, dat is heel moeilijk.
Maar voor iemand zoals u, meneer de tijger, met zulke sterke klauwen, is dat maar een klein kunstje. U pakt hem op en u breekt hem open. Nou, dat ga ik dan doen. Oh nee, meneer de tijger, daar komt niets van in. Want Nabu Soleiman, de grote bosgeest, zou heel kwaad op mij zijn wanneer hij zag dat ik toekijk wanneer u zijn schatkist openmaakt. Nou, maar dat is toch heel eenvoudig. Dan kijk je niet, dan ga dan maar weg. Ja, dat zou ik wel kunnen doen, maar dan moet ik wel heel ver weggaan. Meneer de tijger, ziet u daar die hoge heuvel? Daar ga ik naartoe. En wanneer ik boven op die heuvel ben, dan zwaai ik met mijn stokje en dan kunt u die schatkist openmaken. Nou, schiet hem op, want ik wil en zal die schatkist openmaken. En Kantjil, neem de benen. Zo haast zijn kleine pootje kunnen dragen, klimt hij de heuvel op. En roept, maak nou de schatkist maar open. En de tijger pakt met zijn die geweldige klauwen de schatkist beet, slaat er zijn nagels in en breekt hem open. Maar wat denk jij wel dat eruit kwam? Wespen! Wespen! Honderden wespen! Wespen! Ja, en die staken de tijger op zijn voorhoofd, op zijn neus, op zijn lippen, op zijn staart en op zijn billen. En de tijger die rolde over de grond, ja, om de wespen kwijt te raken. Maar die staken hem wel. Hè? Maar Kantje was al lang de heuvel afgevlogen. En de tijger achter Kantje aan. Ik krijg je wel, stoute Kantje, ik krijg je wel. Maar Kantjil was al lang in veiligheid. En dit was nu het verhaal van Kantjil en de tijger. Al doet, ze is zo lat. Peter, Willem, we hebben genoten. En weet je, wij hebben ook zo genoten, en ik persoonlijk dan, van jouw optreden in de Stille Kracht. Ja, ja. Vooral toen je dronken wegliep. Oh. Vertel eens, had je toen echt een glaasje op? Ach nee, dat was er maar poera. Ja, en heb je commentaar gehad? Nou, en hoe? Ja? Mijn familie, die was er helemaal niet gelukkig mee dat ik die rouw danste. Nee. Dan zei hij tegen mij, Indra, heb je ooit een dronken regent gezien? Ik zei, nee, ik niet. Maar couperen ze wel. Ai dan, Indra. Loop nou nog één keer dronken. Ach nee, weg. Niet zo dan. Ai dan, nog nee. Één keer, maar voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid? Ja. Hè? Wanneer ik het doe, alleen maar voor jou. Ja. Ja? Ja. Eén keer maar, ja? Ja? Ai dan. Je zou hem toch zo zijn autosleutels afnemen, ja. Let maar niet op Toetie, hoor, Indra. Adoeg, ze is zo lat, alles doet ze na. Jou ook weer na. Adoeg, weet je, lui, vroeger, ik heb haar zo gepest, hè, dat ze lat was, weet je. Dan zaten we lekker thee te drinken op het platje, hè. Heerlijk gezellig. En daar kwam Toet aan, ja? Met zo'n grote schaal vol kwee, 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 lappen, zo die ondik, kwee, kalm, klopon, alles. En ik zei tegen haar, Toet, poeter, poeter, poeter. En Toet ook poeter. Ze laat alles vallen, klein engel, 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 alles op de grond. En één ondik, ondik op de kriekel. En maak je boos, Toetie, razend. Maar ik heb je altijd gezegd, wacht maar, Lien, jouw straf komt nog wel. Jij krijgt vast nooit een leuke fan. Oh, ik altijd hartelijk gelachen, hoor. Hartelijk gelachen. Ja, maar nou, 30 jaar later. Ik lach als een boer met kiespijn. Wel altijd veel vriendjes gehad, hoor. Maar niet Jaddy, nooit gelukt. Niet erg, toch? Ik denk altijd lang gewacht, stil gezwegen. Nooit gedacht en nooit gekregen. Ah, maar jij hebt nou toch een penfriend. Oeh, ja. Een leuke Belgische meneer. Ja, zeg. En zo'n beeldige naam, weet je. De Wit van Uyelaren. Mr. Bawang Poetie. Niet zo dan. Waarom lachen jullie toch om zoiets? Dat is trouwens toch mode, ja, de laatste tijd. Belgen moppen.
Ja. Begrijp niet hoor, dat jullie moppen maken over zulke aardige, vrolijke, intelligente mensen. Nee. Ik hoorde er laatst nog één, was in België een elektrische auto ontworpen, erg goedkoop. 1000 gulden. En 15.000 gulden voor het snoer. Hey, maar wij maakten vroeger toch ook leuke grapjes over tot-toks. Oh. Over tot-toks. Ze hoeven tegen mij maar te zeggen tot-tok, rot, zonder tjebok. En ik lach. Hallo, tante Lien, wat is dat nou, Lata? Dat is als je iemand nadoet beter dan hij zelf. Ja, ja. Wacht even, zal ik jou even demonstreren, Ellen? Ja. Wacht even. Toet? Weet je nog wel, Prinsjesdag? Prinsjesdag. Ja? Oranje rosette op de borst. Rood-wit-blauwe strik in het haar. En vlaggetjes in de hand. En? Zwaai je maar heen en weer. En ai, daar is de gouden koets. Daar, wat blikkert hij in het zonlicht, zeg. Palfreniers, koetsiers, paarden. Katjeblok, 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 katjeblok. En de fanfare. Ratatatat, boom, boom. Ratatatat, boom, boom. En ai, daar is onze koningin. Wat een rood-wit-blauwe hoofd. En prins Bernard. Met een bril. En een grote oranje. Oranje sjerp. En kijk dan, onze Juliaan. Ze wuift zo vriendelijk naar ons. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Zie wel, Alice. Als je haar niet stopt, zeg, dan gaat ze gewoon door. Dag allemaal. Dag allemaal. Al genoeg. In mijn tjaar! Laat toch, Toet. Ik heb je even gebruikt. Demonstratie. Nou, het moet nou echt gaan, hoor. Zo, ik... Vreselijk, hè? Zo. Goedemiddag, dames en heren. Ik kon het ook niet... Tante Lien. Ja? Het moet nou echt gaan, hoor. Ja? Ja. Wil ze nou al gaan? Ja, ik wil nou wel gaan. Meisje, je moet een beetje meer eten, ja? Ja. Zullen, hebben jullie gezien haar schattige sokjes van Strop Soesoe? Niet, je gaat toch niet, Alice? Ja, ik moet nog... Annie, gezellig. Ga even bij deze boys zitten. Leuk toch? En eten, ja? Lekker eten allemaal van de Queen. Heel even dan. Zo, jullie komen zeker wel uit Odessa. Hè? Krijgen we een nou, zeg. Voelen jullie ook zo sena? Mevrouwtje. Ja. Het is altijd bijzonder gezellig en intiem wanneer tante Lina jour geeft. Jour? Ontvangstfeest. Kijk, onze vader was werkzaam in de cultures. Maar we zijn al heel lang geleden uit de Insulinde naar ons vaderland gegaan. Ach, wat een afgang. Ah, komen jullie er niet vandaan? Ach nee, hey, ik zie het. De Ramona's. Ah, de Ramona's. Oh, hé, hey, jongens, laat die van doen. Nee. Hé, hey, ja, het zijn de Ramona's. Ja. Dames en heren. Even attentie voor de blauwe diamant. Ja. Verkeerde muziek, zeg. Aïden is een Belzebub. They ringing out a song of love. I dread the dawn when I awake and let you know. Ramona, I need you, my own. Ja, als ik in mijn klamboer lichte dromen, zie ik ons huis weer voor me staan. Dan zie ik weer jouw beeldnis tot me komen. Dan welt er in mijn ogen traan. Dan kijk ik even naar die kleine foto, die
die jij me gaf, door weemoed overman. Ja, als ik in mijn klamboe lichte dromen, dan denk ik aan mijn vaderland. Waarom huil je toch, nonna, man? Saya terlalu cinta padamu. Droog je tranen maar, nonna, manis. Sekarang I'll return to you. Nina bobo tidur anakku sayang, kalau tidak bobo giginya mu. Nina bobo tidur anakku sayang, kalau tidak bobo digigit nyamuk, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kasihan sifat dokaan mati gotiga borokan sayang. Kasihan sifat dokaan mati gotiga borokan sayang. Het oude lied dat moeder altijd zong van eigen hart vergeet ik niet. Het blijft mijn grootste schat op deze aard, en door de jaren zal trouw mijn hart bewaren. Het oude lied van eigen huis en haar, en door de jaren zal trouw mijn hart bewaren. Dat oude lied van eigen huis en He. Wat een prachtig lied, hè? Ja, dankjewel. Als je dat nou eens vergelijkt met die liedjes van tegenwoordig. Hè? He? Is toch enkel seks en geweld? Hé. Hey. In het Engels dan? Let's do it. Enzovoort. Als ik zo'n stelletje zie zingen, dan denk ik, jongens, ga je haar wassen en zoek een andere baan. Hè? En zo'n klamboelied, dat komt nou nooit eens op het Songfestival, hè? Nee, zo. Terwijl in zo'n liedje als dit, hè, daar wordt toch alles gezegd wat je als... wat je als gezonde vrouw graag hoort. Mm-hmm. Ik bedoel, niet te opdringerig, maar toch is alles mogelijk, hè? Oh, 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 oh. Weet je, jammer dat we ons Indië kwijt zijn. Ja. Als we die mensen meer dan één kwartje per dag hadden betaald. Absoluut, absoluut. Dat is waar. Hadden we het misschien nog wel gehad. Hè? Nita? Zo is het toch? Sabina, een kind uit de Dessa. Die stamte haar babita.
tot gras. Ze zong daarbij heel mooie wijsjes. Ik rondje, die lag in het gras. De rest van de tekst ben ik vergeten. Een tijger kwam er aan te pas. Die heb ze meteen opgevreten. Omdat die zo hongerig was. Sarina, Sarina, dan aan mijn lila. Sarina, 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 Sarina. Nou echt gaan, want ik moet nog een nasi ramis maken, hè? Ja, precies. Zenang, hè? Zo, hij doet dan door mee. Ja, tante Lien, hoe moet je nou zo'n nasi ramis eigenlijk maken? Nou, dat kunnen wij het beste vragen aan tante Truus, van tante Truus en Paatje, dat restaurant. Want tante Truus heeft het als het ware uitgevonden. Oh, ja. Dag, tante Truus. Alice. Alice. Hoe maak je dat nou, zo'n nasi? Nou, dat is gewoon een gekneusde rijsttafel. Een kleine rijsttafel op één bord. Of op een bord, dat heb ik dan zo gemaakt. Omdat het toen in Indië was, dat, werd het een ompreng genoemd. Nasi ramis. Dat is dus in mijn gaarkeuken geboren. In Indië, in Bandung. Ja. En je een ombreng? Het komt van rondbrengen, hè? Van rondbrengen. Oh, en daarom heet het een ombreng. Och, vet leuk. Ja, maar dat is dus eigenlijk een rijsttafeltje. Ja. Die dan opgediend werd in zo'n rieten mandje. Ja. En dan werd het zo op die manier verdeeld. Veel kruiden erbij, hè? Nou, een rijsttafel. Zodat je dat dan op een bord, weet je wel, van alle soorten en gerechten. Dus tante Truus, eigenlijk wat je normaal met een grote rijsttafel krijgt op schaaltjes. Ja. Dat ligt allemaal hoopje op je bord, hè? Precies. Zo, ja. Dan komt ook alles te doen. Ja. Dus het is niet zo veel werk, of wel? Nou ja, de gerechten, dat is natuurlijk het werk, hè? Maar dat recept kan tante Truus wel even voor je opschrijven, hè? Ja. Dat want dat voert te ver om dat elk gerecht apart om je uit te leggen. Ja, dat snap je toch niet zo in. Nee. Nee, hoeveel jaar heeft u daar gezeten, tante Truus? Nou, ik ben vanaf 41 ben ik daar begonnen, in de mobilisatietijd. Ja? En in 42 heb ik de gaarkeuken in Bandung moeten leiden. En hoeveel jaar heeft u tot dat 50. Gedaan? Tot 1950. En toen ben ik naar Holland gegaan. En toen bent want had ik eerder, en toen heb ik hier in Holland de nasi ramis. Want ik vond de smaak vaak, dat ik dacht, voor dat vele geld. Ja. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Want door die nasi ramis had je natuurlijk dat bestek niet. Ja. En dat was dus een bord met het eten. En dat was natuurlijk veel eenvoudiger. En daarom kon ik het natuurlijk veel goedkoper maken. Ja, en het was zo'n heel groot bord. Hè? Ja. Want dat was een beroemd restaurant, hè? Tante Truus en Paatje. Ik ben begonnen het allereerst in Haarlem. Haarlem. En toen in Voor Den Haag ben ik begonnen in Splendid. In Splendid. En toen hebben we ons eigen restaurant gehad in de Lange Houtstraat. Ai, Tante Truus en Paatje. En luidjes, heeft er nog iemand wat te vragen? Ja. Al is de wereld volkomen en kwel, tante Lien bespreekt het wel. Al is de wereld volkomen en kwel, tante Lien bespreekt het wel. Zeg, Lien. Ja? Weet je waarom Roelientje en Jan altijd herrie maken om het eten? Ja, om het eten. Hij wil altijd piepers en zij wil Indisch eten. Nou, dan moeten ze maar scheiden van rijsttafel en bed. Rijst met sambal, wat zal dat lekker smaken? Het is voor een kacang waarlijk een groot genot. Wat kan mij rijst met bessensap nog raken? Een combinatie waarachtig meer dan zot. Tante Lien, hoe vindt een sarong met papaya?
Aduh, Lydia, je blijft een totok. Dat is een sarong en kebaya. Papaya zijn grote peervormige vruchten. Tante Lien, ja? Draagt u ook wel eens Hollandse kleren? Ach, niet ach, Hollandse kleren. Ik heb mij één keer op Marken laten fotograferen in klederdracht, ja. Ik leek net Zijtje Boezoek. Tante Lien, denkt u dat er gevaren verbonden zijn aan de nieuwe kerncentrales? Kerncentrales gevaren? Wel nee, die hebben een moordtoekomst. Eline, meneer Roel is deze week al 4 keer bij jou geweest om een kopje suiker te halen. Waar maak je het toch druk om, Toet? Weet je wat ons paardje altijd zei? Beter een goede buurvrouw dan een verre vriend. Tante Lien. Ja, Rino. Bent u wel eens verloofd geweest? Ja, Joffrey Soudinman. Ik puk jou zo dadelijk, het Toet. Maar bij hem de liefde ging alleen door zijn maag. En dat hing mij gauw de keel uit. Hij had overal trek in, behalve in mij. Tante Lien. Hoe kun je dat allemaal bekostigen? Ja, Bet, weet je dat de Drees junior alweer een nieuw haarstukje heeft? Ja, die eerste was te klein. Toen zei zijn kapper niet nog grotere, dan lijkt dat net alsof uw haar groeit. Ja. Ik vind het aardig bedacht hoor, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg, hoe kan je dat nou allemaal bekostigen? God, Bet, waarom ben je toch altijd naadje van de kous weten? Je lijkt net zo'n pers muskiet. Maar goed, ik zal 1 tipje van de sluier oplichten. Lockheed. Tante Lien. Wat vindt u ervan dat de meisjes van plezier tegenwoordig BV's oprichten? Dat is toch heel logisch, Peter. Dan kunnen ze voor de belasting nog meer aftrekken. Al is de wereld vol kommer en kwel. Tante Lien is dik en fel. Al is de wereld vol kommer en kwel. Tante Lien is dik en fel. Ja, mevrouw Koster. Ja, Tante Lien, gaat u dansen? Ja, toch bij meisjes uit betere kringen konden natuurlijk dansen. Door maar door dansen in de zoolstof. Alleen Toetie niet. Toetie, ze kon niet walsen. En weet u hoe ik haar geleerd heb? Ik heb gezegd, Toet, het is hetzelfde als Boeroenka Katoa. 1, 2, 3. 1, 2. Boeroenka Katoa. Pas op het kleed. Mijn job. Die Tjendela. Maar wat ben je lui, op het laatst. Mooie wals in de soos, wals van Strauss. Probeer wat ik haar hoor zingen. Kakatoa, la la la, boerum, kakatoa, la la. Dat is helemaal niet erg hoor, tante Toet. Want als ik dans, dan zing ik ook altijd boerum, kakatoa. Zie je wel? Zing dan. Zat in Bobby Boys. A one, a two, a one, two, three. Boerum, kakatoa. Kua. Ben Chok Tietja Della Nene Suda Tua Kua. Kikiknya Tinggal Kua. Nou lui, tot kijk dan maar. Lien bracht ons bij elkaar. Zij heeft een hechte band, ja. Met ons lieve tropenland. Dit was een kompoelaan. Met heel veel makkanan. Ja. Wij zijn altijd gastvrij. Kom er dus gezellig bij. Leitoen, 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 la la la. Leitoen, 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 la la la. Leitoen, 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 la la la. Boerum, kakatoa. Wat houdt ons aan de praat? Hoe het in Holland gaat? Beroerd. Wij
missen de koperen boer. Citroen, 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 la la. De gordel van smaragd behoudt zijn stille kracht. Die mooie tijd van toen kon je die maar overdoen. Ja. Lightroom, 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 la la la. Ik zie het huis wel dat we moeten ophouden. I learn, de tijd is of abis. Vervelend, ze. Heb de pest erin, ze. Mietje, Mietje, wil je wat voor ons dansen? Dit was een para-programma. Sorry dat het al voorbij is, hè. Hij zingt dan ook wat erbij, luidjes.